Die wil u een vraag laten stellen en dan zullen we die meteen zo behandelen en eventueel daarna nog een tweede ronde op laten komen. Ik stel voor, als u een vraag wilt stellen, dat u dan even uw hand omhoog steekt. Ik zie er al een paar, maar het is al nog niet zo goed, dus ik hoop dat we wel helemaal boven. Ja, goedenavond. Dat is allemaal goed en wel, maar uiteindelijk, wat is de rol geweest in België van het CBFA? Die moesten toch die controle uiteindelijk uitoefenen en men hoort daarvan niks, hè? En dat zijn de mensen die effectief de controle moesten doen op de banken en op de verzekeringsmaatschappijen, maar dat is spijtig genoeg bij de banken niet gebeurd. Oké, dat is een vraag over het CBFA. Een volgende vraag. Ik zie hier beneden. Mag ik? Ik denk het wel, maar ik zie die mensen. Ja, oké, blijf. Goedendag meneer. Mijn vraag is de volgende. Is deze crisis niet gewild door Amerika om zichzelf te beschermen in afzetgebieden? Door de expansie van China, Brazilië, India, Bangladesh, dus met een goede kolonen, verdwenen toch een stuk van de Amerikaanse afzetmarkt. Okay. En dat de CIA dat organiseert in Europa. Dat is dan meteen een speciale vraag. Meneer? Kunt u mij misschien in het kort vertellen hoe dat in elkaar zit, die kwijtschelding van de Griekse schulden? Ja. Wat betekent dat eigenlijk concreet? Oké. Een volgende vraag. Meneer? Ik heb een vraag voor de twee heren. Er stond de tweede keer in een korte periode van 100 jaar dat er een enorme crisis is. De vraag is dat nu te wijten aan het systeem? En wat zijn dan de maatregelen om dat systeem te veranderen? Of is dat te wijten aan verkeerd beleid? Oké, dat is een duidelijke vraag. Wat moet er dan veranderen aan het beleid eventueel? Ja. Daar hebben we nog twee vragen. Ja, ik heb teruggrijpen naar het begin van het debat in verband met de euro. Is het dan niet zozeer logischer dat in plaats van dat Griekenland uit de euro stapt, gewoon Duitsland uit de euro stapt? Ah, ja. Ik ben niet alleen met die vraag, ik ben in Duitsland. En er wordt tijd voor één vraag in deze ronde. Ja. 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 En een vraag voor Paul de Grauwe in feite. Toen ik zit hier bovenaan, links van me. Toen u destijds neoliberaal was, betreurde ik dat zoveel van de economen u volgden. Nu u een Amerikaanse liberal bent geworden, vind ik het vreemd dat zoveel economen u niet meer volgen, onder meer in België, ook in Europa. Als u 2 jaar geleden voorspelde dat wat de Europese Commissie bezig was met haar besparingen naar een depressie en een recessie zou leiden, stond u bijna alleen. In Amerika was er wel Krugman. Maar hier in België, de Noelsen, de Van Overtvelden, de mannen van Itinera, hadden allemaal een ander standpunt. En dat zie je ook, diegenen die de commissie, vind ik, de economen die de Europese Commissie inspireren. Dan is mijn vraag, zijn de economen geen wetenschappers meer, en zijn die steeds meer omdat ze in banken zitten, gesponsord worden, een leerstoel krijgen van, zijn dat in feite belangenverdedigers die de lessen van de jaren 30 niet meer begrijpen en niet meer willen toepassen? Dat is alweer een interessante vraag, maar die gaan we straks pas behandelen. Laten we hier die eerste vraag, Paul de Grauwe, de rol van de CBFA, dat is controleorgaan.
heeft dat niet goed gewerkt? Dat heeft zeker niet goed gewerkt, dat heeft inderdaad gefaald. En dat heeft ook gefaald, denk ik, omdat men op een bepaald moment een idee heeft toegepast, die excessief was in mijn ogen, namelijk dat de financiële markten zichzelf kunnen controleren. En dat was zo'n beetje het dogma dat ontstaan is vanaf, laten we zeggen, de jaren 80 tot de jaren 90. Hè. Dus je hebt eigenlijk geen controle nodig op de financiële markten. Dus zelf die kunnen dat zelf doen. Hè. Je hebt Greenspan, de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, was daar de grote vertegenwoordiger van en ook de verdediger van die idee. Controles op de banksector of de financiële sector in het algemeen zijn uit hun boze. Die markten, die bankiers, die kunnen zichzelf controleren. Dus elke keer als ik met u een contract aanga, jij gaat mij controleren en ik ga u controleren. Dat was zo het idee. Dat is natuurlijk, dat heeft niet gewerkt uiteraard, want je kunt ook onder dezelfde hoed dingen gaan opzetten. En dus dat is rampzalig geweest. En helaas zijn de controleurs ook aan aan dat dogma gaan geloven, met het gevolg dat de controle ook nog nauwelijks controle was. Of men heeft ook toegelaten dat de bankiers gewoon hun ding deden. Hè? Is dat nu, 3 jaar na de eerste crisis? Zeker. Is dat nu anders? Is dat nu beter? Wel, er is nu wel wat meer controle. Dus in die zin dat de bankiers nu onderworpen worden aan meer controle. Bijvoorbeeld, ze moeten meer liquiditeit aanhouden. Ze moeten ook hun kapitaalratio's optrekken nu. Maar het basismodel, het businessmodel van het bankieren, zoals ik daar straks heb gezegd, is eigenlijk niet veranderd. Men heeft die radicale stap nu willen zetten van het splitsen van zakenbanken en spaarbanken, met het gevolg dus dat daar nog altijd die vermenging is. Diezelfde bankiers die blijven dus nieuwe speculatieve producten uit de grond stampen, proberen dat aan de cliënten kwijt te geraken en dus die kunnen dat ook dan zelf weer uit hun balans halen. En dus heel dat mechanisme wat genoemd wordt shadow banking, hè, waarbij je een bepaalde kredieten toestaat en dan ga je dat verpakken en je gaat dat dan transfereren naar een andere entiteit die buiten de balans terechtkomt. En dus dat blijft eigenlijk bestaan. Ja. En dat is toch het ongelooflijke. En dus CBFA heeft in heel die molen meegedraaid. En dus helaas, die mannen hebben dus hun rol niet vervuld. En die zijn ook niet gestraft geweest. Hè? Dus het zijn nog altijd dezelfde mensen. Dat is fijn. Peter Berg is wel de bankencommissie geweest die de bankencrisis heeft nagedaan, maar de lessen van 2008 zijn niet geleerd eigenlijk, begrijp ik hier. Nee, ik denk ook dat je zeker bij CBFA, ik in de namen nu niet, maar er is uiteindelijk ook veel geschreven. Het is ook niet toevallig dat in die periode een aantal mensen rond de minister Reinders dan meer minister van de financiële wereld was in plaats van minister van Financiën. Die daar ook een rol in hebben gespeeld. En je krijgt dus inderdaad zo'n systeem van we controleren elkaar. En effectief, nadien is er rond alle producten die in de ik denk ook dat het een enorm technische zaak is, al die rommelkredieten en die producten die men uitvindt om toch die speculatie maar te kunnen aangaan. En ik vind dat men inderdaad blijft ideologisch verdedigen. Ik hoor dat je dat nu 2 keer hoort, zowel in een debat met meneer Noels, maar ook in een debat met meneer Van Hoorn over het veld. Die zeggen dan van ja, de mensen die zijn allemaal wel slim genoeg om te beseffen dat ze niet in die toxische producten of in die hyperdingen moeten stappen. Dat is een beetje de logica die men verdedigt. En dat vind ik dat inderdaad een verkeerde logica, want als iets toxisch is, of als iets giftig is, dan moet je het verbieden. Hè. Asbest in een gebouw, dat verbied je, want dat is giftig. Dan zeg je niet van, we geven u de keuze, woning met asbest, en zonder asbest. Dat is de rol van de CBFA. Dat is niet speel. Goed,
Meneer Merts, ik blijf bij u. De rol van Amerika. Ik probeer die vraag een beetje te. Crisis gebeurt door Amerika. Ja, als de crisis die eigenlijk door Amerika is uitgelopen, in elk geval is er begonnen. Dat is wel duidelijk. Met een hypotheekcrisis. Maar dat bewust is, dat lijkt me. Nee. Maar ik denk inderdaad, want in die periode, in 2007, toen de bal aan het rollen ging in de Verenigde Staten, werd er in Europa ook nogal arrogant gedaan, alsof het een typisch Amerikaans probleem was, de hele crisis. Terwijl heel de, zeker in de immobiliesector, in de huizenbubbel in Ierland en in Spanje ook bestond hier in Europa, terwijl die Europese crisis eigenlijk op de achtergrond ook al aan het schemeren was. Dus zeggen dat dat crisis een importproduct uit de VS is, lijkt mij te kort voor de bocht en ook te braaf voor de problemen hier. Maar wel, professor De Grauwe, het grote verschil is dat Amerika of de Verenigde Staten al een stap verder zijn, want daar is de crisis voor een groot deel voorbij, terwijl ze bij ons nog volop aan de gang is van het woeden is. Is er geen verschil in snelheid waarmee zij uit de crisis aan het stappen zijn? Ja, dus zij hebben dat toch wel harder aangepakt. Hè. Dus ook paradoxaal genoeg, ondanks het feit dat dat hele beleid toch heel sterk wordt beïnvloed door Wall Street, hebben ze toch hardere maatregelen genomen. Ze hebben bijvoorbeeld dus ook nu die zogenoemde volkenregel, hè, die dus beperkingen oplegt aan wat bankiers kunnen doen aan speculatieve activiteiten. Dus die stappen wij bijvoorbeeld niet gezet. Hè. Dat is toch merkwaardig dat de Amerikanen daar verder zijn gegaan. Ze hebben ook de banken sneller gedwongen om die verliezen in hun boeken in te schrijven. Hè. Want dat is toch ook belangrijk. Wij zijn daar veel trager mee geweest en het gevolg is natuurlijk dat die crisis langer blijft duren. Dus ik denk dat de aanpak daar in Amerika toch efficiënter is geweest dan bij ons. Of ze nu volledig uit de crisis zijn, dat moet nog blijken. Maar ze zitten dan toch minder erg in. Hebben zij die drukpers waar u naar verwezen, die gelddrukpers, dus die speciaal gebruikt met succes al? Ja, toch wel. Dus ze hebben daar niet geaarzeld. Ze hebben ook de juiste analyse gedaan. Hè. Dus hier ook in Vlaanderen, bij veel economen, als je de drukpers inschuift, dan ga je inflatie hebben. Maar dat is totaal verkeerd. Hè. Ik bedoel, we zitten nu vandaag in een economische crisis en het risico daar is niet inflatie, maar deflatie. Dus juist het omgekeerde, dus een implosie. De mensen in die landen die nu zwaar getroffen worden, die gaan minder en minder consumeren. De prijzen gaan naar beneden. En dus daar moet je echt op dat moment een injectie doen van geld om dat te stoppen. En ik ben eigenlijk in goed gezelschap, want Milton Friedman, de paus van het monetarisme, weet van hem, maar die zijn kritiek op wat de Federal Reserve in de jaren 30 heeft gedaan, was, jullie hebben toen onvoldoende geld in de economie gespoten. Mm-hmm. En dus in die zin denk ik, zouden een aantal van onze Vlaamse economen van Milton Friedman iets kunnen leren. Heel kort, kunt u met de scurrij van Amerika leren hoe zij uit de crisis proberen te geraken? Maar je hebt toch nog de vraag, zelfs, die hangt ermee samen van ja, hoe typisch de crisis en systeemvraag. Nee, maar heel kort, kunnen we van Amerika iets leren? Maar ik denk, zowel wat betreft de staatsschuld in Amerika, kan je toch op dit moment niet zeggen dat zij uit de crisis zijn, absoluut niet. En ook niet wat de arbeidsmarkt betreft, en ook niet wat de sociale toestand betreft. Hè. Dus dat ligt misschien een beetje uit de Ze hebben een stap verder dan wij natuurlijk. Hè? Een stap verder in welke richting? Hè? Als je naar terug. Nee, ik bedoel bijvoorbeeld de sociale situatie in de Verenigde Staten blijft dramatisch. Hè? Het blijft ook een absurditeit dat er een record aantal mensen in de Verenigde Staten uit hun huis zijn gezet, nu in tentenkampen nog altijd mogen overleven, en dat er een record aantal huizen leeg staan. Je moet eens proberen, neem dat er iemand van Mars zou komen, hè? En die zou kijken, van kijk, je hebt daar meer dan 1 miljoen mensen die onder daken en onder bruggen en op straat slapen. En je hebt daar meer dan 1 miljoen huizen die leeg staan. Ik bedoel, je hebt dat hier toch niet zo goed gearrangeerd eigenlijk. Hè? Want, dus op dat punt, en dat sluit ook aan straks bij de volgende vraag. Ja, straks voorbij. De situatie is positief. Maar eerst, professor De Grauwe, de kwijtschelding van de Griekse schulden. U hebt het daar enkele keren over gehad als eigenlijk een belangrijk iets dat moet gebeuren om Griekenland terug wat adem uit te geven. Maar er is al een kwijtschelding geweest. Hè? De kwijtschelding was de
kwijtschelding van de schuld die aangehouden was door banken in eerste instantie. Hè? Dus en banken hebben dus twee dingen kunnen realiseren. Een deel van die schuld hebben ze overgedragen naar de overheid. En een ander deel hebben ze zelf moeten leiden. Hè? En nu het gevolg daarvan is dat het bijna alles, of het grootste deel van de Griekse schuld in overheidshanden is. Dus namelijk bij de Europese Centrale Bank en dan ook bij het Europees Noodfonds. Mm-hmm. Dus daar zit het grootste deel geparkeerd. En dus mijn voorstel is, ja, scheld dat ook kwijt, of tenminste voor een deel, hij moet dat niet 100% kwijt schelden, maar scheld dat ook voor een deel kwijt, ik zeg maar iets 50% of zoiets, zodat je ze ademruimte geeft. Als je dat niet doet, dan is de kans heel groot dat ze tot wanbetaling zullen overgaan, 100%, en dan hebben we niks meer. Dus vanuit ons standpunt als crediteur kan het heel rationeel zijn om te zeggen, we gaan vergevensgezind zijn, dan halen we nog iets meer uit. Als ik het nu gewoon als economist bekijk, hè, dat is soms verstandiger, want te zeggen, we gaan niet 100% de citroen uitpersen. Want als dat gebeurt, kan de reactie zijn, we geven nu niks meer. En het zijn soevereine landen. Hè. Vroeger konden we nog in de goede oude tijd, konden we daar nog oorlogsboten naar sturen en zijn de stad bombarderen. Daar hebben we veel aankopen. Ja, ze hebben er altijd nog veel Duitse boten. Ja, Argentinië, in de 19e eeuw stuurde Engeland oorlogsboten naar Buenos Aires en de Rostock werd plat gebombardeerd. Dat is geld voor je. Over die kwijtschelding zei ik de termen namens de OESO trouwens van dat gaan we niet doen, of dat is geen goed idee, want de Grieken zijn zo hardleers dat een kwijtschelding eigenlijk opnieuw het begin van een hele problematiek zou zijn. Nee, dat vind ik totaal verkeerd. Dus ik denk dat de Grieken nu voldoende afgezien hebben en ze hebben getoond dat ze heel ver willen en kunnen gaan. Ze hebben hun les geleerd, zegt u. Ja, ik bedoel, je wilt dat geen tweede keer meemaken. Hè? Ik bedoel, dus je wilt geen tweede keer behandeld worden door Duitsers en Fransen en de Termen en zo. Hè? Okay. Dus die vrees lijkt mij zo overtrokken. Dus, dat staat totaal los van de werkelijkheid. Wie wil dat nog eens meemaken? Niemand wil dat nog eens meemaken. Dus, dan denk ik, wordt het tijd van te zeggen, oké jongens, we gaan ook van onze kant iets doen. Zodanig dat je een nieuwe start kunt hebben. Dus ik denk dat de redelijke houding is. We gaan natuurlijk wat verliezen, ja. Maar als we ons hart opstellen, gaan we nog meer verliezen. Verlies doen we altijd. Dat doen we in alle geval. Ja. Dat zeg je. Volgende vraag ging over inderdaad de systematiek van die crisissen. Mijn match komt daarvoor bij u. Het is een cyclus, met de loop der jaren komen die terug. Waar ligt de fout dan, werd hier de vraag gesteld? Ja, ik wil toch nog even iets over Griekenland en Spanje. Spanje is altijd een braafste leerling van Europa geweest. Hè. In tegenstelling tot Duitsland-Frankrijk voldeden ze aan alle normpjes die er waren. Ik weet, er is de immobiliën wel. Maar ik haal dat aan om te zeggen dat diegenen die zeggen dat de Grieken mee verantwoordelijk zijn en dus mee hebben moeten betalen voor deze crisis, ik ben er absoluut niet mee eens. En niet alleen uit humanitaire redenen, maar ook niet uit economische redenen, want ze zijn daar niet voor verantwoordelijk. En de situatie in Europa, ik denk dat men dat hier soms wel een beetje onderschat, is echt wel sociaal explosief. Hè. In Spanje zitten 6 miljoen mensen zonder werk. 2 miljoen van die 6 miljoen mensen hebben geen enkele uitkering meer. Hè. En dus, ik weet niet welk verhaal men aan de Spanjaarden gaat verzinnen en hoe dat men de beschuldigende vinger naar de Spanjaarden gaat wijzen. Maar er is wel veel meer aan de hand dan alleen te zeggen van ze moeten hun lesje leren in Spanje en in Griekenland. Okay. Dus ik ben het er niet mee eens. Ik ben het er ook niet mee eens omwille van die andere vraag. Omdat ik denk dat we inderdaad met een aantal systemische fouten zitten waar dat wij ook over moeten nadenken. Namelijk dat je als je die 20e eeuw inderdaad bekijkt en die twee grote wereldcrisissen die op nauwelijks één eeuw, in de mensengeschiedenis is dat een kleine periode, dus dit systeem heeft op nauwelijks één eeuw twee hele grote crisissen gekend. En die eerste is uiteindelijk dan opgelost tussen aanhalingstekens door een wereldoorlog en door de vernietiging en de heropbouw. Nadien. Dus laten we inderdaad zien dat wij na deze tweede crisis daar naartoe gaan. En hoe komt die crisis, hoe zit die ingepakt in mijn ogen, in dat systeem, is dat
Als je langs de ene kant de gewone de ondernemers laat doen, dan wil men zoveel mogelijk deel van de markt inbouwen. Dat is de logica zelf. Dan wil men dus innoveren in zijn bedrijf, maar wil ook kosten drukken. Hè. Kosten drukken, dat kan door de loon, op de lonen te besparen. Dat is het Duitse model, hè, als je dat heel drastisch doet. Maar als je dat dus maatschappelijk doet, dan verhoog je productiviteit wel, dus die balk van de productiviteit gaat omhoog, maar die balk van de koopkracht die hapert, die komt daarachter. En je krijgt dus in plaats van dat natuurlijke evenwicht, krijg je een onevenwicht, een overproductiecapaciteit op maatschappelijk vlak en een onderconsumptiecapaciteit langs. En dat is een overproductiecrisis, die zit in mijn ogen ook verwegen in het economisch systeem. En hoe heeft men dat dan in de jaren 30 aangepakt? Door heel vernietigend op te treden tegen een aantal productiecapaciteiten. Dat betekent bedrijfssluitingen, fusies, afdankingen. Dus dat is eigenlijk het vernietigen van productiekracht. Dat heeft men na 1971 ook nog gedaan in de jaren 70. Een aantal fusies, herstructureringen enzovoort. Maar het neoliberalisme in mijn eigen kwam er ook op neer om te zeggen, we gaan iets anders proberen. Namelijk, we gaan die consumptiebalk een beetje kunstmatig opdrijven. We gaan dat doen door de rijkste lagen van de bevolking de lastingsvermindering te geven. We gaan dat doen door de middenklasse, dat is een modewoord voor mensen die nog een goede baan hebben. We gaan die allemaal 3, 4, 5, 6 kredietkaarten geven, zoals in de Verenigde Staten. En toen dat nog niet volstond, dan is men ook naar diegenen gegaan die zich niks konden permitteren en men heeft daar ook nog eens een lening aan aangesmeerd. Dus men heeft de poef geleefd en die koopkracht was kunstmatig en die is op dit moment terug aan het probleem vallen. Dus we zitten wat dat betreft in mijn ogen echt in een systemisch probleem tussen productiecapaciteit en koopkracht die dat niet kan volgen. En dat onevenwicht wordt dramatisch gecreëerd. Ja, professor Grauwe, is het kapitalisme, zoals hier gezegd wordt, zwanger van haar eigen ondergang? Ja, ik bedoel, ja. Die dingen, valt wel het jaar dat sommige mensen dat vertellen. Hè? Dus er zijn natuurlijk allerlei problemen met het kapitalisme. En eentje ervan, en dat is dan mijn andere visie, dat is dat het kapitalisme ook iets is dat gedreven wordt door momenten van technologische vernieuwing die tot euforie aanleiding geven, excessief optimisme en een boom. Hè? Je hebt artikels gekend, je hebt momenten gehad van nieuwe ontwikkelingen, technische ontwikkelingen, die dan leiden tot investeringen, heel veel euforie en een boom. Tot dat moment dat de mensen zeggen, oei, we zijn te optimistisch geweest. En dan slaat dat optimisme om in, ja, pessimisme. En zo ontstaan cyclische bewegingen in het kapitalisme. Dat is niet nieuw, hè? Dus wat we nu meemaken, dat is niet iets nieuws. Je kunt natuurlijk blijven zeggen, ja, nu eindelijk hebben we het punt gekomen dat het kapitalisme in elkaar zal storten. Maar ja, dat verhaal hebben we al 200 jaar. Wat? Dat is wel niet mijn stelling. Nee. Dus dat is toevallig dat ik zo ben. Maar goed, maar dat is een debat dat de hele avond kan vullen en dat we nu niet zullen voeren. In elk geval een andere visie op die cyclische beweging. Professor De Grauwe, een andere vraag die hier gesteld wordt en die wel eens geopperd wordt. We spreken allemaal over een exit van Griekenland, maar misschien is een exit van Duitsland uit de euro iets wat ook niet helemaal onrealistisch is. Nee, alles is mogelijk. Hè? Dus wanneer zo'n systeem ontrafelt, ja, dan zijn vele uitwegen mogelijk. En dat is inderdaad ook een scenario. Dus, is dat een realistisch scenario? Iets wat Duitsland. Zijn er Duitse stemmen die dat pretenderen? Ja, natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat Duitsland daar, of in Duitsland liever, dat er geen consensus bestaat over de vraag. Wat is het in het belang van het land? Ik denk dat de business elite, de financiële elite, die wil die euro bewaren. Want zij hebben daarvan geprofiteerd, dat is voor hen een goede zaak geweest. Maar ik denk dat in de brede lagen van de bevolking, dat daar absoluut geen enthousiasme over bestaat, over de euro. Dat blijkt uit de opiniepeilingen ook, waar meerderheid tegen de euro is. En dat wordt ook aangewakkerd door een bepaalde pers. Met het gevolg dus dat die Duitse overheid
eigenlijk geconfronteerd wordt met het probleem dat daar in Duitsland geen consensus over bestaat. En dat kan natuurlijk vele richtingen uit. Hè? Dus wat zal dan uiteindelijk domineren? Zal het de business elite zijn, de financiële elite, die voldoende dwang uitoefent op de Duitse regering om Duitsland erin te houden? Of kan het ook in de andere richting gaan? Want ja, uiteindelijk de politiek, dat kan ook gedreven worden door sentiment en het geduw van het bredere lagen van de bevolking. Dus ik sluit dat ook niet uit. Ik zie bijvoorbeeld ook bij mijn Duitse collega's economen een heel groot wantrouwen ten aanzien van de euro. Mm-hmm. En dat zijn dikwijls ook trendsetters van, dus je hoort dat nu veel in Duitsland, hè, wij moeten weer betalen. Mm-hmm. Het is genoeg geweest, wij willen niet meer betalen. En dus dat kan op een bepaald moment ook tot een reactie leiden waarbij de Duitsers zeggen, we willen daar niet meer van weten. Okay. Peter Metz, u hebt hier de voorbije anderhalf uur vaak met de vinger gewezen naar Berlijn. Is dat iets waar u vrolijk van zou worden, moest Duitsland zelf de euro verlaten? Nee, absoluut niet. Ik heb in het begin van de avond ook gezegd, volgens mij zijn er drie wegen voor de toekomst van Europa. Een autoritaire weg, een uiteenvallen in het nationalisme en als Duitsland eruit stapt, dat is een nationalistische stap, hè. Laat dat duidelijk zijn. Hè. Dat zal een stap zijn van nationalisme. Of de weg naar een sociaal Europa, dat is de derde weg, en in mijn ogen een socialistisch Europa. Ik heb in dit boek een heel hoofdstuk over het nationalisme geschreven, omdat ik denk dat er een reëel gevaar is, dat in Duitsland, met name het winnaarsnationalisme, in mijn ogen is het niet toevallig dat in Duitsland net al die valse gevoelens worden gevoed door de Bildzeitung en zo verder, om te zeggen van kijk, het is de schuld van de Grieken, en om heel dat systeem buitenschot te laten. Hier in ons land hebben wij ook dat soort winnaarsnationalisme. Hè? Het nationalisme van het sterkste deel van het land dan, om dan een of ander zondebok en schuldmechanisme naar de Walen te schuiven. Qua politiek en sociologisch mechanisme is dat exact hetzelfde. En dat is een heel gevaarlijke evolutie, even gevaarlijk als die autoritaire kant van Europa. Dus die twee kampen die nu in Duitsland vechten, dat ene kamp dat zegt van kijk, we moeten Europa in een ijzeren greep houden om alles in het gareel te houden, vind ik een gevaarlijk kamp. Maar het antwoord kan inderdaad niet zijn het wij en Duitsland over alles gevoel terug te doen. Maar Duitsland uit de euro vindt u ook geen optie, begrijp ik. Ja. Oké. En dan een laatste vraag, professor de Grauwe, speciaal voor u. Een heel persoonlijke vraag. Uw ideologische opschuiven, laat ons maar zeggen. Maar ook de vraag, is economie wel een exacte wetenschap? Hè? Want als hier een collega van u had gezeten met een naam die eindigt op Roels of zoiets, dan had u waarschijnlijk een ander verhaal gehoord. Hè. Hoe komt het eigenlijk? Het is wel een boeiend gegeven natuurlijk dat afhankelijk van de econoom die voor u zit, er een ander verhaal, een andere oplossing verteld wordt. Ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk voor economen heel vervelend, hè? Ja, wat kun je zeggen? Dus dat bewijst. Dat bewijst natuurlijk dat de economie geen wetenschap is zoals andere wetenschappen, zoals scheikunde of fysica en zo. Alhoewel daar ook controversies kunnen ontstaan. Hè? In de fysica bijvoorbeeld, over het ontstaan van het heelal en denkt het heelal uit of krimpt het in. Dat zijn ook allemaal twistpunten die mensen op een bepaald moment zullen hebben. Maar in de menswetenschappen ligt dat toch anders. Hè? Dus, het ligt moeilijker ook, het is ook buitengewoon moeilijk om dingen te formaliseren, in modellen te steken. We proberen dat dus wel om in modellen te steken, maar dat is ongelooflijk moeilijk. Omdat de mens is niet alleen een rationeel wezen. Dus het probleem van economie tot nu toe is geweest dat wij als economen zo de homo economicus, hè, daarmee bedoelen we het paradigma van het individu dat rationeel denkt en altijd het maximiseert, zijn nut maximiseert, dus het beste probeert te realiseren, maar dat dat eigenlijk niet overeenstemt met wat de mensen eigenlijk doen. Dat is een abstractie. En we hebben, denk ik, die abstractie te ver gedreven. Ook omdat het wiskundig gemakkelijker was. Mm. Een soort luiheid geweest. Hè? Dus als je dat doet, kun je dat in wiskundige modellen steken. En dat zijn eigenlijk schone modellen.
En mensen, wetenschappers worden verliefd op hun modellen. Hè? En ze zien de wereld niet meer. En dat is een beetje het probleem geworden bij vele economen. En dus dat is een beetje wat ik ook zie. Dat is één probleem. Het andere probleem, en daar heeft de persoon die de vraag heeft gesteld daar ook naar verwezen, misschien hebben te veel economen ook de neiging om hun werkgever te verdedigen. Niet belangenvrij zijn. Ja, dus niet belangenvrij. Dus we hebben eigenlijk in België, dat moet toch gezegd worden, in het publiek debat heel veel economen die uit de financiële wereld komen. Hè? Ik constateer dat is toch zo. Mm-hmm. En dat is wel een probleem. Hè? Ik zou graag hebben dat er ook uit de academische wereld wat meer mensen waren die naar buiten komen. Maar ja, dat zijn ook dus andere karakters die liever zo in een hoekje hun ding doen, hè, waar dat ze veel plezier uit halen. Dan wordt natuurlijk de markt gedomineerd door mensen die iets te verdedigen hebben en die daar niet altijd transparant over zijn. Mm-hmm. Maar goed, alles bij elkaar blijft economie ver van de exacte wetenschap. En dus is het onvermijdelijk dat over grote vraagstukken ook oneenigheid zal zijn. Vandaag bijvoorbeeld, de grote oneenigheid is tussen diegenen die, zoals ik zeg, als je in een recessie bent, moet je proberen de economie wat zuurstof te geven. Moet je niet te veel zorgen maken over je schuld, de overheidsschuld. Je moet ervoor zorgen dat die economie niet in die neerwaartse spiraal terechtkomt, want dan los je niks op. En mensen die zeggen nee, in alle geval, de overheid moet de begroting in evenwicht houden. En dat gaat dan zoveel vertrouwen wekken in de markt. Hè. Als je dat doet, gaat er vertrouwen zijn, dan gaat er weer geïnvesteerd worden en zo. En dat is het standpunt dat nogal wat Vlaamse economen verdedigen. Ja. Vindt u dat als econoom niet vreemd dat er voor de wetenschap, economie als geheel, dat soms door twee verschillende personen, twee totaal verschillende meningen, totaal verschillende argumenten naast elkaar verdedigd worden? Ja, maar dat heeft te maken met het feit dat, zoals ik daarnet zei, dus dat we het raderwerk van de economie niet volledig begrijpen. Hè? Dus er is daar nog zoveel onzekerheid over. En dat de homo economicus niet bestaat. En dus, voilà, dus wij de wetenschapper die zo zijn model heeft van de homo economicus, ja, dat is een abstractie en dat kan ons soms heel ver van de werkelijkheid zitten. En ja, we moeten verder zoeken, we moeten verder proberen te begrijpen. Dus ik ga die mensen die een ander idee verkondigen dan ook niet veroordelen. Dat is bijna onvermijdelijk in menswetenschappen dat er strijdpunten zijn. Okay. En dus we zullen zien wie dat er uiteindelijk gelijk heeft. Maar voor iedereen die economen aan boord, en dat zijn wij allemaal gezien de huidige tijdsgeest, was het interessant om dat te weten. In elk geval, dankjewel. We hebben nog wel een tijd voor een tweede ronde. In de vraag zullen we er iets sneller door de antwoorden moeten gaan. Maar ik stel voor dat we nog 6 korte vragen laten stellen. Ik zie dat mevrouw daar een microfoon vast heeft. Ja, ik wou vragen in hoeverre dat de verkiezing van Hollande in Frankrijk iets zal veranderen of niet aan die Europese houding. Oké, dat is een duidelijke vraag. Ja. Tweede vraag, meneer. Eerst nogal een opmerking. Misschien toch zeggen dat er depositobanken bestaan. Er is op dit ogenblik de Triodosbank in België. Dat is nu echt een voorbeeld van een depositbank die geen crisis gekend heeft en die dus ook niet moest geholpen worden, ook niet in de crisis van 2008 en de volgende jaren. Twee opmerkingen. Ik ben eigenlijk akkoord met Paul de Grauwe als hij zegt dat publieke banken het risico lopen van slecht beheerd te worden, omdat je daar de politieke ziekten dreigt in te voeren. Maar dan heb ik wel de vraag hoe diezelfde politici uiteindelijk toch bereid zullen zijn om die financiële markten terug te reguleren. Verwijzend naar al de vertakkingen van een aantal politici toch in die financiële structuren. Okay. Dus concreet, hoe gaan ze dat doen? En dan een puntje in verband met die regulering. U hebt het gezegd, men heeft een aantal maatregelen genomen. Er is meer liquiditeitsreserve vereist van de banken. Maar op dit ogenblik heeft dat voor de export vrij nefaste gevolgen. Wij zien dat banken,
op dit ogenblik voor bedrijven die exporteren naar landen die toch niet echte risicolanden zijn, ik een concreet voorbeeld Vietnam, zie ik dat sommige banken die bereid zijn om te ontlenen aan privébedrijven die grote projecten op stapel hebben in Vietnam. En als ze dat wel doen, dan vragen zij bovenop de normale rente een liquiditeitspremie tot 400 basispunten. Okay. Wat doen we daaraan? En daar is er dan een idee, die begint te groeien, bij onder andere de OIBD, de Delcrederdienst, om een soort Eximbank op te richten, omdat de privébanken hun werk niet meer doen om inderdaad geld uit te lenen aan de export, toch een van de motoren van de Belgische economie. We hebben niet veel tijd, maar we gaan ze proberen te behandelen. En volgende vraag erboven. Aansluitend op de vraag over de verkiezing van Hollande in Frankrijk, maak ik bij de bedenkingen, ik hoor veel pessimisme en fatalisme om uit het moeras te geraken. Dus de dictatuur van Berlijn, van het IMF, van de Centrale Bank, moeten we niet even dan naar Hollande kijken, naar de verkiezingen die eraan komen in Griekenland? En aan mijn gevoel, moet me zien of ik naïef ben, het fenomeen Syriza, die dus de enige politieke kracht is, denk ik, in Europa op het ogenblik, die het aandacht van een middenvinger opsteken tegen de dictatuur van de trojka. En tezelfde tijd voor Europa blijft, moeten we niet eerder als burger uitkijken naar een dergelijke politieke verandering van krachtverhouding, dan okay. Wel dan onze hoop te leggen op Hollande, die volgens mij schuchtere pogingen doet tegenover Merkel, maar en die ook een beetje door die roepen nu gevolgd wordt in de Franse politiek, wat die volgens mij als politieke fenomeen niet de krachtverhouding zal doen omslaan in Europa. Okay. Dus ik zie alleen Syriza van het ogenblik in Griekenland, die een klik zou kunnen veroorzaken in de hand die Griekenland. Oké, okay. Een voorlaatste, nee, nog een vierde vraag. Meneer? Ik zou nog even willen inhaken bij een beeld dat hier al gebruikt is, namelijk het systeem. Functioneert niet meer, de bloedsomloop, hè, dus als je de vergelijking zou maken met de geldkringloop, die werkt niet meer. Dus het systeem heeft een serieuze infarct. En ja, wat zijn er medisch? Dus blijkbaar een aderlating, hè, maar dat brengt mee dat de remedie uiteindelijk de ziekte nog verergert. Dus in die richting denk ik ook niet dat er oplossingen te verwachten zijn. Dus anderzijds is er ook de vraag van economie. Hè. Wat is economie? Welke doelstellingen streeft die na? En dan zit er toch wel enkele, alleen een zeer scherp beeld uit het boek van Peter Mertens, namelijk 0,5% op wereldvlak dan van de volwassen wereldbevolking bezit 38,5% van alle rijkdom op de planeet. En in anderhalf jaar zagen de miljonairs, hè, dus die 0,5% hun fortuin met 29% aanzwellen. Wel, dat is eigenlijk ook wetenschap. Wetenschap begint met waarnemingen, met statistiek. En tot die conclusie is men dan op wetenschappelijk gebied gekomen. Nu, de vraag is, wat doet je eraan? Mijn stelling zou zijn, begin met die fortuinen. Hè. Dus anders functioneert de geldkringloop niet meer. Oké, okay, een voorlaatste vraag, heel kort als u wil, want tijd tikt weg. U suggereerde daarnet heel lichtjes, misschien beter Duitsland zou uit de EG treden in de plaats van Griekenland. Maar in het kader van Europa van morgen, denk ik, stond er ooit op de planning dat Turkije zou toetreden. En denk u dat dat nog aan de orde is? En als dat zo zou zijn, wat zou dat dan een effect hebben, zoals in Galicië bijvoorbeeld op Griekenland of zo? Oké. Okay. En een laatste vraag, mevrouw. Ik had gevraagd waarom dat er zoveel verzet is tegen een financial transaction tax op internationale en Europese niveau. Goed, een heleboel vragen. Laten we beginnen met de eerste, Peter Mertens, Hollande. Zal die het Europese kleed van schouder toen veranderen, wat denk je? Ja, ik denk dat je nu al ziet dat er in Europa, omwille van een druk van onderuit, tenminste al een begin van een debat is over de politiek die gevolgd wordt. Dus als er iets door het verzet in Spanje en ook door de acties afgelopen 2-3 jaar in Frankrijk
en zeker in Griekenland gebeurd is, dat men tenminste al het begin van een debat begint te voeren over het feit, misschien is die tunnelvisie naar nog meer austerity en naar nog meer besparingen wel niet de enige. Dus dat is al iets. En dat kan Hollande? Nee, Hollande zelf dan, dat komt in de Waalse. Ik denk dat zijn zwakte is dat hij volgens mij niet de steun en de volkssteun echt draagt. Ik denk eerder dat hij als president is verkozen uit een anti-Sarkozy gevoel, maar niet echt een volksbasis heeft. En volgens mij, dat is mijn visie op de toekomst in de toekomstige jaren in Europa, wij gaan naar een aantal conflicten. Want wij hebben hier inderdaad voor ons een zeker machtssysteem. En als wij een aantal veranderingen gaan willen, dan gaat er een zekere confrontatie zijn tegenover dat machtssysteem. Dat is trouwens ook onze sociale geschiedenis in ons land. Hè. Voor 1945, alles wat de sociale verworvenheden zijn, zijn niet cadeau gegeven, zijn afgedwongen. Vaak zelfs door vrij grote en diepe sociale conflicten. Ik denk dat we in Europa opnieuw daar naartoe gaan. En dat is de zwakte van Hollande volgens mij. Want als hij iets wil veranderen en als hij wil wegen op Europa, dan zal hij dat alleen kunnen doen door te steunen op de bevolking in Frankrijk, die hem zal moeten steunen als machtsfactor in Europa. En ik vrees dat hij die niet heeft. En dat is inderdaad een verschil, maar daar kunnen we straks naartoe met de partij van als Syriza. Ja. Professor de Grauwe, u dacht dat wel, dat een verkiezing van Hollande wel in elk geval een verandering zou teweegbrengen in het Europese beleid vergeleken met Sarkozy? Ja, het heeft in alle geval een verandering gebracht in het debat. Hè. Dus de inhoud van het debat is totaal veranderd. Tot voor die verkiezing was het debat meer van hetzelfde, meer inlevering en austeriteit. En dus daar zijn we nu wel in het debat tenminste van afgestapt. Voor de rest volg ik Peter wel in die zin dat het buitengewoon moeilijk zal zijn, want het is niet duidelijk of hij ook zelfs in Frankrijk voldoende gedragen wordt. Maar ik denk wel dat hij, als hij het handig speelt en de juiste coalities kiest, in feite Duitsland kan isoleren. Omdat er zodanig veel onvrede heerst in Europa over de aanpak die tot nu toe is gevolgd, dat hij dat toch wel zou kunnen gebruiken en hanteren om in feite Duitsland te isoleren. Ja. Hij kan zijn rol opnemen, maar dan moet hij ontdekken. Ja, maar het zal natuurlijk niet gemakkelijk zijn. Hè? Dus er is ook een gevaar aan het isoleren van Duitsland, dat het tot een overreactie leidt daar, met alle gevolgen van die. Dus het blijft een buitengewoon moeilijke oefening, maar ik was eigenlijk heel verheugd dat hij verkozen werd. Zal u ook verheugd zijn, dat is dan de derde vraag, als Syriza die Griekse verkiezingen niet? Eigenlijk wel. Omdat daar ook verandering moet komen. Dus opnieuw, mijn punt is, het is niet duidelijk gebleken dat die aanpak niet werkt. En ik denk dat jij dat ook ergens in je boek schrijft. Dat de definitie van dom zijn, dat is van Einstein. Hè? Dat is iets waarvan duidelijk is dat het niet werkt. Dat blijven doen. Huh? En dus nu, dat zijn twee mogelijkheden. Hollande en dan in Griekenland. Laat iets anders proberen, bedoel ik. Dat werkt niet. Dus de stemming is geheim, hè? Maar als u Griek zou zijn, zou ik voor Syriza stemmen? ik heb al een enorm intellectuele opoffering gebracht. Ja, ik denk dat ik dat niet vragen neem ik aan voor wat u zou stemmen in Griekenland. Nou, ik zou blij zijn, moesten die partijen links van sociaal-democratie winnen. Syriza, Kokoe, dat zijn verschillende partijen. En ik ben ook benieuwd wat er dan gaat gebeuren, want we gaan inderdaad naar een kijk. Als het gebeurt, en heel dat systeem van particratie, dat ze macht heeft verdeeld naar het koloniale regime, tussen twee postjespartijen, hè, rechts en rechts, PASOK en Banga. Dat is echt de realiteit, ik kan het langer dat tegenwoordig, PASOK en Nieuwe Democratie. Met dat bonussysteem voor de grootste graaiers 50 zetels extra, kan nu inderdaad misschien in hun eigen gezicht ontploffen wanneer Syriza dat zou ontvangen. Ik denk
ook in dat geval gaat het voor Griekenland even belangrijk zijn om de mensen mee te mobiliseren in die conflicten die gaan komen, om de mensen te betrekken daarbij en niet alleen op politiek niveau het uit te besteden. Ik denk dat echt belangrijk is, ik wil nog even verwijzen naar Obama bijvoorbeeld, is verkozen op een moment dat hij wel een volkssteun had. De vakbonden hadden heel hard gemobiliseerd, de zwarte burgerrechtenbeweging had heel hard gemobiliseerd. Maar als Obama dan in de Oval Office komt in Washington, dan komt Obama te staan tegenover de mensen van Big Pharma die zeggen van ik heb dat goed gedaan, maar nu gaan wij uitleggen hoe dat in elkaar zit. Daarna komen de mensen van de oil companies langs, die komen uitleggen hoe dat in elkaar zit. Daarna komt de militaire industrie langs om te zeggen van dat was toch om te zeggen dat ik uit Irak zou gaan, maar een derde van de economie in de Verenigde Staten draait het leger. En dan denk ik, is een punt van Obama, het is gemakkelijk om dat van hieruit te zeggen, ik weet dat wel, maar een punt dat zwak is, is dat die massabeweging die er was, om een aantal fundamentele veranderingen, of een aantal veranderingen af te dwingen, die heeft hij niet meer gebruikt. En wat gebeurt er dan? Behalve rond de gezondheidswet, plooit hij. Dus het is niet alleen zaak van nu die verkiezingen te winnen, het is ook zaak om de macht van de straat en de macht van het volk daarin te gebruiken in die onderhandelingen naar Europa. Want anders gaat Syriza ook plooien. Hè? Dat is geen scenario dat is uitgesloten, hè? Dat Syriza plooit. Dat vrees u niet voor? Nee, ik zeg niet dat het is uitgesloten. Ik hoop dat de linkse partijen de verkiezingen winnen en ik hoop dat die confrontatie met Europa daar aankomt, met de Europese Commissie en de oriëntatie dat echt aankomt. Maar nog heel even, maar heel kort dan, van het tegenovergestelde uitgangspunt dat neodemocratie, ja, wint wat dan, denkt u? Goh. Ik wil vanavond niet pessimistisch afsluiten. Nee, als het systeem van postjespakkerij en corruptie moet blijven bestaan, dan is dat een zeer goede garantie. En nee, de toekomst van de eurozone, zal die toch mee afhangen van welke van die twee partijen verkiezingen winnen in Griekenland? Tja, ik denk niet echt. Dat kan wel een trigger worden op een bepaald moment, maar dus het systeem is zo broos en kwetsbaar dat als dat niet gebeurt, dan zal dat later gebeuren. Hè. Dus de paradox is toch dat zo'n klein land, want Griekenland is toch een klein land, 2-3% van het bruto binnenlands product van de totale eurozone, en dat een heel systeem door elkaar schudt, dat betekent alleen dat systeem niet goed werkt, hè, dat kwetsbaar is. En dat we dus niet de nodige stappen willen zetten om dat te verstevigen. En dat kan alleen maar zijn, en daar denk ik ja, misschien niet akkoord, meer politieke unie. Dus we hebben eigenlijk een keuze, ofwel zeggen we behouden de euro en dan volgt de logica daaruit, namelijk dat ingebed moet worden in een politieke unie. Je kunt geen munt hebben zonder land. Zo eenvoudig is dat. Als de mensen zeggen, dus daar denk ik moet het democratisch principe werken, als de mensen zeggen, nee, wij willen zo geen politieke unie hebben, omdat we dat niet vertrouwen, of ik weet niet wat, dan moet je ook duidelijk maken dat de euro niet kan blijven bestaan. En dat de implicatie is. En je kunt niet de twee hebben. Je kunt niet blijven geloven, we kunnen de euro hebben zonder die stap te zetten naar meer politieke eenmaking in Europa. En dus ik ben daar niet optimistisch in. Ik zou graag hebben dat we die euro kunnen bewaren en die stappen zetten naar meer politieke unie. Maar de tijdsgeest is er niet. Nee, en op dat laatste even nog. Hè. Dus men heeft de euro ingevoegd inderdaad zonder de mensen daarbij te betrekken. En waarom is de stap nu voorwaarts naar een politieke unie? Hè? En economic governance en zoveel autoritair noemen. Is niet alleen omwille van het feit van de politieke unie, maar is vooral om twee redenen, namelijk betrekt de bevolking er opnieuw niet bij. En ten tweede koppelt men heel die operatie van de vlucht vooruit aan een bepaald soort politiek en beleid en ideologie. En men doet alsof de politieke unie alleen maar neoliberaal kan zijn. Want concreet voorbeeld, als we bijvoorbeeld een fiscaal beleid willen hebben in Europa, hè, als we een fiscaal beleid zouden hebben voor heel Europa, om wat te doen? Is het dan om de progressiviteit uit de belasting nog verder naar beneden te halen, de fiscale concurrentie tussen de landen nog meer te organiseren, de BTW, wat een vlaktax is, naar boven te laten doen, de groene taxen naar boven te laten, of gaat het een Europese fiscaliteit zijn, dat eigenlijk, en dat is een andere vraag, dat eigenlijk de terugbetaaltax
vraagt aan diegene die overmatig hebben geprofiteerd de afgelopen 2 jaar. Dus aan die discussie over moeten we een minister van moeten we fiscaal beleid hebben op Europees vlak, hangt ook een oriëntatie vast. En ik vind dat die oriëntatiediscussie nu ontbreekt en het doet. Nee, we moeten een fiscaal minister hebben om nog meer de progressiviteit weg te halen. En dat is een probleem, dat is een groot probleem. U haalt daar die transactietax, de Tobin-tax, voor een deel ook aan. Kunnen we terugbetaaltax? Nee, mijn voorstel van heel wat progressieve kracht in ons land is en samen in het financiële actienetwerk, die pleiten al jarenlang voor de vermogensbelasting. In Europa zijn er veel krachten die daarvoor pleiten. En ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is, want dat is inderdaad de middelen discussie op korte termijn. Als je naar een soort solidariteit in Europa moet gaan, dan ga je de middelen discussie moeten hebben. En die middelen discussie is een discussie van waar is het geld van een Europese rijkdom, van een bruto Europees product, binnenlands product, eigenlijk de afgelopen jaren naar gegaan. En dan zie je dat er een bepaald segment is in de maatschappij die oververmogend is geworden. Dat is dat rapport van Credit Suisse. En dan zie je dus een accaparatie, een beslagname van een heel groot deel van de rijkdom. En terugbetaaltax betekent eigenlijk, gaan wij in Europa en ons land de moed hebben om die mensen aan te spreken, de moed hebben om te zeggen, we zitten met serieuze problemen in Europa, als wij een zeker herstel willen of een zekere input in de economie willen, als wij garanties willen bieden op het een en het ander, dan zullen wij daar in de eerste plaats geld moeten halen. En niet symbolisch, niet ene keer, geen warme buffettax om een zieltje in Vernaamhaus af te kopen, maar structureel terug progressiviteit om die belasting in te gaan. Zo'n Europa wil ik hebben. Ja, dat is wel een ja, dus, maar ik zou twee problemen uit elkaar willen scheiden. Hè. Dus aan de ene kant zeg ik dat we een keuze moeten maken op heel korte termijn. Willen we de euro en dan moeten we wegen vinden naar politieke integratie. En dan zal er natuurlijk die discussie die je daar doorbrengt belangrijk worden. Hè. Maar dat is de keuze die we nu hebben. Zeggen we, nee, we hebben geen vertrouwen in zo'n politieke unie, dan zeg ik, vergeet de euro. En dan keren we terug naar nationale munten. Dus dat is een aparte discussie. En dat moet duidelijk zijn. De keuzes zijn op heel korte termijn te maken. En dus als je zegt, ja, ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in, dat zal gebeuren op de manier die ik wil, namelijk meer progressiviteit en zo, en kan daarin komen, ja, dan moeten we de euro vaarwel zeggen. Want dat kruispunt staan we bijna. We staan op dat kruispunt eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Dus als we natuurlijk nu eerst het ideologisch debat willen voeren, mij niet gelaten, maar de euro zal al weg zijn voordat we dat opgelost hebben. Die Tobin-tax, want dat heb ik ook even genoemd, zijn daar ook. Is dat ook het thema voor later, zeg maar? Nee, dus die financial transaction tax heeft een grote symbolische waarde gekregen. Ik ben daar geen tegenstander van. Die mag er komen, eigenlijk dat water wordt erop belast. Alles wordt mijn kostuum, dat is belast geweest. Dus waarom niet een financial transaction tax? Hè? En dat zijn relatief lage tarieven, dus ik ben daar wel voorstander van. Dat zal wel de problemen van instabiliteit in de financiële markten niet oplossen. Nou, dus daar moeten we geen illusie over hebben. Maar als bron van inkomsten voor de overheid, ja. Dus, u bent ook geen tegenstander in de Kamer natuurlijk, maar het is niet te groot dat je verdeling natuurlijk van die grote taks. Nee, ik heb begrepen dat er trouwens nu gesprekken zijn in Europa om het eventueel wel te doen. Ik denk zonder alleen dat als je spreekt. Hè. Als er nu in Europa worden gesproken en dat over het feit van het is niet meer alleen besparingen, het is ook groei, dat je natuurlijk ook diezelfde discussie hebt over wat soort groei willen wij dan in Europa. Dat is ook een discussie. En in die zin wil ik geen gescheiden aanpak van economisch, politiek, ideologisch. Er zijn een aantal opties die levensnoodzakelijk zijn voor Europa in de toekomst. Een van die zaken zal zijn, hoe soort groei willen wij? En dan kom je terug op een meer fundamenteel debat in mijn ogen. Want als het Duitse model van groei is, dan ben ik niet voor dat soort model. Als voor sommigen in Europa groei gelijk staat met een totale flexibilisering van de arbeidsmarkt en de concurrentie naar boven halen
massaal de mini-jobs, de 400 euro-jobs in Europa moeten verspreiden tegen dat soort groei die gebaseerd is op hyperflexibiliteit en uitbuiting, laten we maar zeggen hoe dat het noemt, tegen dat soort groei ben ik tegen. Dus je hebt daar toch wel telkens een discussie over. Okay. We hebben nog één vraag niet behandeld. Het ging onder meer over dat er wel één depositobank bestaat, maar vooral bij die publieke bank of de hele discussie over meer toezicht. Hoe moet dat daar concreet ingevuld worden? Ja, ik had al begrepen van het debat dat dat een moeilijk evenwicht is natuurlijk om dat te doen. Dat is inderdaad een moeilijk evenwicht. Hè? Dus je kunt daar niet aan ontsnappen. Dus als je zegt we gaan een publieke bank oprichten, ja, die moet ook gecontroleerd worden. Hè? En dus het volstaat niet om te zeggen dat er democratische controle op zitten. Want hoe doe je dat? Meestal hebben die instellingen de monopolie op de informatie. Dus hoe kom je daarachter? Dus dat is heel moeilijk. Ik geloof meer in een model waarbij dat je zegt de overheid mag niet tegelijkertijd de producent en de controleur zijn. Dat is een heel moeilijk evenwicht. En het is soms beter om, laten we zeggen, de privé, de dingen te doen produceren en dan een externe arbiter te hebben die dat dan eigenlijk meestal beter kan doen, maar ook verre van perfecter dan het andere model. Dus ik ben voor een scheiding van die dingen, maar natuurlijk, dat blijft moeilijk. Ik heb daar geen illusies over. Kredietbeoordelaars bijvoorbeeld. Wat? Kredietbeoordelaars bijvoorbeeld. Kredietbeoordelaars, ja. Dus het probleem is ook dikwijls in de financiële markten, en dat is dat verhalen ontstaan. Huh? Dus er is iets nieuws en dan wordt dan een verhaal verteld dat de boorhand haalt. Neem bijvoorbeeld internetbubble op het einde van de jaren 90. Er wordt dan een grote verhaal verteld dat er iets totaals nieuws aan het gebeuren is. En iedereen begint daar te geloven. Dus zowel degenen die in de markt zitten als de controleurs. En dan wordt het moeilijk om echt onafhankelijk te staan tegenover het marktgebeuren. Maar we kunnen er niet aan uit, hè? We zullen moeten leven met een marktsysteem. We kunnen dromen van andere systemen, want die zijn allemaal al uitgeprobeerd. En dat heeft eigenlijk niet goed gefunctioneerd, om het zacht uit te drukken. Dus die oude discussie van de jaren 60 en zo, tot in de jaren 70, is het markt of overheid, ik denk dat dat geen goede discussies zijn, die brengen ons nergens. We moeten gewoon nadenken over, ja, tot waar laten we de markt functioneren, wat is het werkgebied van de markt en wat is het werkgebied van de overheid. En hoe zorgen dat er een evenwicht is, zodanig dat de welvaart op de best mogelijke manier kan gerealiseerd worden. Dat zijn de uitdagingen, dus niet markt of overheid. Ik heb dat nog meegemaakt vroeger, met Ernest Mandel, die nog in een debat gezeten. Dat heeft iets mee te maken, hè? Ik weet het. Maar dat was toen, dat was in de grote aula in Leuven, en dat was zo, debatten van vroeger, het is ofwel de markt, ofwel de overheid. Hè? En dat is toch passé, hè? Dat is... Dat helpt ons niet vooruit. We moeten echt proberen pragmatisch te denken van hoe gaan we de werkverdeling doen tussen de twee. En dat is moeilijk. Maar dat is de uitdaging. Toevallig wijs ik aan u de vraag moet stellen, Peter Mertens, de markt of de overheid, is het een en vooral ook voor u? Maar in een aantal sleutelsectoren niet. In een aantal sleutelsectoren denk ik van hoe gaan wij in de 21ste eeuw een aantal planetaire problemen oplossen. Ik heb het nu overmorgen, dus je hebt in ieder geval een debat over de noodmaatregelen die nu nodig zijn in Europa, absoluut. Hè. En dan denk ik over, zeker aan het onderwerp fiscaliteit, dan denk ik aan het mobiliseren van de massa's geld die er in Europa zijn voor een herstelplan. Dat zijn maatregelen voor zuurstofgegeven. Maar je hebt wel een debat hoe het verder moet met onze planeet. En in dat debat gaan er ook verschillende visies botsen. Die publieke visie gaat in mijn ogen botsen met die visie dat de markt de enige producent kan zijn en dat de markt het alfa en het omega van alles is. Die visie gaan op een 21ste eeuwse manier botsen, niet op een manier van de jaren 60. En ik denk dat je bijvoorbeeld over, want waarom gaan die botsen alleen nog in de banksector om daarop terug te komen? Zolang dat je in dat systeem bent,
dat die banken moeten concurreren met elkaar, is het gewoon perfect logisch dat we op zoek gaan naar het grootst mogelijke rendement, dat er een neiging is, gewoon economisch gezien, om meer speculatieve activiteiten aan de dag te leggen. Dus die drive, economisch gezien, zit in die markt, ook in de bankwereld aanwezig. En dus controleer dat maar eens. Het probleem van de controle trouwens op die privé is net dat meestal ook mensen zijn vanuit de privé die nou die privé controleren. En als mensen zijn uit de politiek die de privé controleren, dan kan je in heel veel gevallen de donder op zeggen dat ze op hun pensioen een heel mooie uitbolbaan hebben. Dus waarom kunnen we dan niet denken aan een soort publieke versie van de jaren 60, maar een van de 21ste eeuw, waarin dat niet de overheid zo'n publieke bank controleert, maar waarin dat er consumentenorganisaties zijn die zo'n publieke bank mee kunnen controleren, waarin dat er vanuit de vakbond structuur opgezet om dat te controleren. Dus aan dat soort zaken zou ik willen denken. Dat is niet hetzelfde als een politieke controle van het partijpolitiek belang. Maar dat is een discussie waar we nog een hele avond mee kunnen vullen. Maar we hebben 2 uur al over heel dit thema geweest. Heel erg dank, Fred en Mertens en professor.